Ja, komen ze. Het vrijlaten van de Galloways trekt veel publiek. Twee vrouwtjes, een mannetje en een kalfje zetten poot op Nederlandse bodem. Deze runderen die kunnen zomer en winter hier blijven staan. Maar hij is breed en een beetje wollig en dat was dan toch wel de reden om hiervoor te kiezen. De komst van de beesten is daarnaast goed voor de natuur. Ik denk dat het een verrijking is voor het gebied. Doordat bijvoorbeeld door de mest en het her en der grazen het landschap gevarieerder wordt. En dus ook vlinders, zoogdieren, vogeltjes vaak heel snel in het voetspoor van de runderen op dit gebied afkomen. Kijken mag, maar het aaien of voeren van de Galloways is niet toegestaan.